Hoi. We gaan iets nieuws proberen. Ik heb de Cream Wand Trio van Revolution gekocht. En dit is uiteraard in de kleur light. Denk ik. Hoop ik. Dat staat er hier natuurlijk weer niet op. Oh ja, hier. Cream Contour Light. En dan als je de set koopt in het licht, dan krijg je de Contour Light. Dan krijg je de blush in Peach. En dan krijg je de highlighter in a glow. En volgens mij staat er ook nog wat op. Hallo, waar ben je? Waar is het doosje nou? Even kijken, wat zegt het doosje? Quick and easy face mapping to achieve the perfect luminous finish. Dat zegt die van de contour. The sets includes the Hydra Bright Cream Blush, Goddess Glow Cream Contour en Goddess Glow Cream Highlighter. En dan zegt het nog iets over de ingrediënten. Verder zegt het doosje niks. Maar volgens mij ik wil eigenlijk zeggen, dit is de Charlotte Tilbury highlighter, dat ik zo'n highlighter heb. Ja, hier. En is dit dan gewoon echt dezelfde? Dit is een blush trouwens. Dus het ligt verkeerd. Dit is pink. Oké, en nu heb ik dus peach. We gaan eerst contouren. Ja. Even kijken. Nou, dit kennen we allemaal. Gaat dit dan open? Ja, dit gaat ook open. Oh, er komt heel veel uit. Als je hard knijpt. Dit is allemaal van één knijpje. Doe hem wel weer dicht, want dan kan je niet verder knijpen. Dan, ja. Ik doe hier een stipje niet om. Dit is gewoon om eigenlijk het hele gezicht een beetje. Ik weet niet of ik dit een contourkleur vind. Ik ga heel even een andere borstel pakken. Ik weet niet of ik dit een contourkleur vind. Ik vind het wel een mooie bronzerkleur. Maar ik heb hier. Zou dat ook wat doen als je een streep zet? Ja. Ik vind het wel een mooie bronzerkleur. En licht genoeg voor mij. Dat is altijd fijn. Dan peach. Daar komt ie. Als je vanaf de onderkant knijpt,
Zit er zoveel lucht in, dus dat valt reuze mee hoor. Maar er moet wel... Oh, dit is iets te veel. Weet je wat, dan doe ik het op mijn hand. En dan dep ik het van mijn hand af. Joh, met dit soort dingen heb je helemaal geen highlighter nodig, man. Moet je zien wat een glow. Het lijkt wel metallic. Zie je? Wel een hele mooie combinatie zo met die bronzer. Ja, ik vind het wel mooi. Ik had wel te veel eruit gehaald. En dan de highlighter in A Glow. Wow. Kijk, daar komt dan dus gelijk veel... Oh, die zit helemaal vol met product. Oh. Nee, je moet ook even dicht doen. Ja. Wow. Ja, heel heftig. Ik weet niet, ik glow echt naar de hemel toe momenteel. Wel heel mooi. Het is, wat vind ik ervan? Het zijn mooie kleuren, hoewel ik de contourkleur geen contour vind, maar meer een bronzer vind. Maar wel de perfecte kleur voor mij. Gaat heel goed samen met de Peach Blush. Maar met die blush heb je eigenlijk geen highlighter meer nodig. Highlighter is verblindend. In de blush heb ik het idee dat er minder product in het tubetje zit. Omdat ik moeite had met het eruit knijpen. Maar de rest, de bronzer en de highlighter zit volgens mij helemaal vol met product. Kijk uit als je knijpt, want je knijpt zo heel veel eruit. Doe hem ook weer dicht, dan blijft het product vers. Het blendt goed uit, vind ik. Het is makkelijk om mee te werken. Laten we daarop zeggen. De kleuren zijn goed. Ik ben benieuwd hoe het de hele dag draagt. Of het dan nog een beetje goed blijft. Ik heb hier een bobbel in mijn haar en dat irriteert me. Dat irriteert me. Als het niet gelijk zit. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik het voor die prijs gekocht heb. Ik zou zo, ik denk 16 euro alle drie, zoiets. Maar ik zou helemaal ernaast kunnen zitten. Ik heb het op Revolution besteld. Duurt het ongeveer een week voordat je het hebt. Want het komt uit Engeland. Maar goed, ik weet dat ze problemen hebben vanuit Engeland met versturen. Maar daar heb ik persoonlijk nooit last van gehad. En ik bestel elke maand wel iets bij Revolution. Ik vind het een heel fijn merk, heel betaalbaar. En het werkt bij mij altijd gewoon goed. Dus ja. Yeah. Dit was de Wand video. Lijkt wel Harry Potter. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Vond je het een leuke speed review? Geef dan je duimpje omhoog en abonneer even op mijn kanaal. Dat vind ik leuk. En dan zie ik jullie de volgende keer.